leuke aan dit vak is dat je echt op veel verschillende plekken komt. Verschillende mensen te spreken krijgt, de klanten. En heel veel verschillende tuinen. Dus kan iedere keer weer wat anders zijn. Rond de jaar of 14 ben ik ongeveer wel de keuze echt gaan maken om hovenier te worden. Dat begon ik mee op mijn 16e, 4 dagen in de week werken en 1 dag in de week in school. 2 jaar een opleiding gedaan voor een zelfstandig hovenier en nog 2 jaar een opleiding voor kaderfunctionaris. Zodoende ben ik nu voorman geworden, dus een leidinggevende. Maar je komt ergens in een tuin wat nog helemaal vol staat met oude bomen of troep, om zo maar te zeggen. En dan begin je gewoon helemaal leeg te halen en dan maak je gewoon een hele nieuwe tuin van. Even daar uitzetten. Wij krijgen meestal de tuintekening aangeleverd. Er zitten vaak nog wel wat veranderingen in, wat de mensen toch als we bezig zijn nog willen veranderen. Of als je zelf wat tegenkomt wat eigenlijk net niet kan. Bij 7 meter. Dan gaan we dat daar uitzetten. En daarna ga je het grondwerk doen, dus de zand op hoogte maken, de grond losmaken. En dan begin je meestal met straten. En als dat klaar is, dan gaan we echt de tuin inplanten. Ik vind heel veel dingen eigenlijk leuk in de tuin, maar het straatwerk is toch wel een van de leukere dingen. Naast de tuinen aanleggen doen we ook veel tuinen onderhouden. Het leuke aan onderhoud is dat je ook op veel verschillende plaatsen komt en verschillende tuinen. Dus dat het iedere keer weer een uitdaging is om de tuin netjes achter te laten. Dat is eigenlijk het leuke van onderhoud. Bij onderhoud moet je natuurlijk een goede plantenkennis ook hebben. Dit is de Lavendula angustifolia. Dit is de Taxus baccata. Buxus sempervirens. Mijn plantenkennis zit daar goed. Mijn streven is om voorlopig nog even leidinggevende te blijven. Maar het lijkt me echt leuk om een keer nog uitvoerder te worden. Dus nog iets verder door te groeien. Dat lijkt me heel leuk. Ja, ik ga ook nog wel eens terug om te kijken.